Met kinderen en hun ouders die ook een speelparadijs willen, trokken Ben van Leeuwen en de ombudsman gisterenmiddag in een stoet naar het stadskantoor. Gewapend met spandoeken om hun mening kracht bij te zetten. Het gaat er vandaag om dat de gemeente eindelijk nu eens gaat meewerken om het speelparadijs te gaan realiseren. En je hebt gezien wie erbij is, de varen ombudsman. Nou, die geeft niet op totdat wij het pand hebben of desnoods een ander pand. Het maakt ons eigenlijk niet zoveel meer uit. Ben van Leeuwen is al maanden bezig om zijn plan te verwezenlijken. Inmiddels heeft hij een geschikte plaats gevonden op het industrieterrein aan de Cernikestraat. Maar van de gemeente mag daar geen speelparadijs gevestigd worden, omdat het te gevaarlijk is. Dit is een klacht die we heel vaak horen. Dat een ondernemer een plan heeft en dat de gemeente zich ontzettend formeel opstelt. En het is waar dat op de plek waar het kinderspeelparadijs zou moeten komen, dat dat niet mag volgens het bestemmingsplan. Maar in andere gemeenten, bijvoorbeeld Noordwijkerhout of Oud-Beijerland of Veenendaal, daar denken ze heel erg mee. Ze zeggen van zo'n kinderspeelparadijs, dat willen we heel graag. En dan gaan wij zorgen dat we de regels een beetje aanpassen. Of we gaan een andere locatie vinden of we gaan helpen zoeken. En die houding ontbreekt hier in Dordrecht. En dat willen we aanklagen. Ben en zijn familie zijn blij met de hulp uit de hoek van de ombudsman. Het is een hele slopende kwestie. Het is zo erg geweest dat ik hem zeker 5 keer op heb moeten rapen. En uiteindelijk heb ik dan de communicatie overgenomen, omdat hij het gewoon niet redde. Ik heb hem opgekalefaterd, hij is weer helemaal nieuw. Dus we zijn weer helemaal van plan om het tegenaan te gaan. Dus komt goed. Ook de ombudsman heeft er vertrouwen in. De gemeente laat via een woordvoerder weten dat ze mee zullen helpen om Ben's droom toch te realiseren. Concreet hebben ze toegezegd dat er in ieder geval afspraken worden gemaakt, dat de gemeente ook gaat helpen kijken, niet alleen maar naar panden die ze zelf hebben, dat hebben ze in het verleden aangeboden, maar dat ze ook gaan kijken of er op andere bedrijventerreinen uitzonderingen kunnen worden gemaakt, zodat er ook op die terreinen een plek gevonden kan worden. De meegekomen kinderen laten ondertussen een boodschap aan de wethouder achter op de stoep van het stadskantoor, zodat hun wens niet vergeten wordt. Omdat de kleinkinderen bijna nergens meer kunnen spelen. Dus daarom wil ik dat ze hier een speelparadijs maken. De VARA zendt de aflevering waarschijnlijk eind september uit op een vrijdagavond.